Het was van belang om een Surinaams georiënteerde methode te ontwikkelen voor het meten van de armoedegrens. De wetenschappelijke onderzoeksinitiatieven en resultaten, als ook de beleidskeuzes die kunnen leiden tot armoedereductie, zijn vandaag onder andere gepresenteerd aan de ministers van Sociale Zaken en Volkshuisvesting en Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken tijdens het eendaagse seminar Strengthening Poverty Research, A Key to Policy. Shoblina Debi Chotkan Somai, voorzitter Armoedecommissie, zegt dat het voor de regering belangrijk was om de armoedegrens vast te stellen, zodat er kan worden gewerkt aan het tegengaan van armoede. Als werkgroep hebben we twee notities ingediend bij de regering. De een was in december 2021, waarbij we de eerste aanzet hebben gegeven tot de calculatiemethode en een voorstel hebben gedaan voor de armoedegrens per december 2021. Daarnaast hebben we in december 2022 ook een notitie uitgegeven, ingediend bij de minister met een tweede calculatiemethode, maar dan op basis van multidimensionale. De eerste was meer kiesbenadering. De adviezen van de commissie zijn al gepresenteerd aan de Raad van Ministers en inmiddels via een beschikking vastgesteld door de regering. De vertegenwoordiger van de UNICEF, Javier Cordoba, zegt dat het belangrijk is om te investeren in kinderen om de bewustwording rond armoedebestrijding al vroeg aan te pakken. When governments invest in the poverty alleviation of households, health outcomes improve, income rises, economies grow, and societies become more cohesive and resilient. Indeed, real investment in children can make a substantial difference in a country. A few years back, Nobel Economy Prize winner James Heckman showed that, for example, an investment of $1 in early childhood development can yield returns up to $8 or more to the economy and the society. Het seminar was een initiatief van de Interfaculty for Graduate Studies and Research, IGSR, van de Anton de Kom Universiteit van Suriname, in samenwerking met de UNICEF en het ministerie van AWJ. De werkgroep Armoedebestrijding is in juli 2021 geïnstalleerd door AWJ.